dit is voor ons gewoon een heel bijzondere plek en dat zal het nog heel lang blijven. Vijf dagen in het ziekenhuis geweest. Ja. Maar het hele weekend heeft hij nog gewoon aan de pomp. En van zondag op maandag heeft hij toen een hersenbloeding gekregen. Want eigenlijk had hij hier natuurlijk gewoon bij moeten zijn. Ja, we vinden het ook heel jammer dat hij er niet bij is. Maar we hopen dat hij het van een wolkje af kan zien wat er allemaal gebeurt. Hij zal wel heel trots zijn. Hij zit er goed op hoor. Oké. Okay. Druk maar. Denk je maar. Hij loopt. Het is lekker dichtbij en het is zeer voordelig. En daarom kom ik hier al jaren. Ik geloof dus vanaf 2007. Hij heeft mij ook eens een keer op gewezen. Toen had ik geen dop meer. Die heb ik dus hier moeten kopen. Dus ben je soms vreemd geweest. Stiekem ergens anders getankt. Anders getankt, ja. Was noodzaak natuurlijk. Ja, tot de volgende keer. Fijne dag. Fijne dag, tot ziens. Ja, je kunt niet ineens iets afsluiten. Dat zou te drastisch zijn inderdaad. En we weten ook nog helemaal niet, want we moeten het even laten bezinken allemaal. Hoe en wat er gaat gebeuren. En ja, wij doen het eigenlijk ook nog steeds met liefde en plezier. En de mensen die hier komen tanken zijn nog steeds blij dat wij hier de pomp open houden. Ja, fijne dag. Doei.